prachtig hoeveel tongen dit onderwerp al losmaakt. Dus dat doel heeft de SGP alvast bereikt. Complimenten daarvoor. Maar ons punt is ook die, en dat is al deels gezegd, het bezwaar tegen deze motie is de algemeenheid daarvan. De strekking is zo algemeen. De volgende keer kunnen we wel motie indienen omdat de lentebloemen zo prachtig bloeien. Ja, ook iedereen mee eens. Maar daar is een motie niet voor. Je moet er wel iets mee kunnen. Je moet iets aan het college meegeven of waar we als gemeenteraad of als gemeenteapparaat iets mee kunnen. En dit is zo algemeen dat daar is dit instrument niet voor. Dus hier dient de zelfreinigende werking van de gemeenteraad in werking te treden. En dat is dat door andere fracties verzocht wordt van lieve SGP-fractieleden. Doe dit soort dingen toch niet en gebruik een ander instrument daarvoor. Sterker nog, voorzitter, we hebben overwogen om op formele grond u te verzoeken deze motie van de agenda te verwijderen, omdat deze niet voldoet aan hetgeen wij zelf hebben opgesteld in ons reglement van orde. In artikel 1 staat daar duidelijk beschreven, ik ga dat niet helemaal fileren, want dat is, daar hebben we de tijd niet voor, maar daar staan dingen over het oordeel, wens of verzoek. Dat wordt verder uitgewerkt in de toelichting in artikel 30. Moet u thuis nog even allemaal nalezen, maar daar voldoet deze motie eigenlijk niet aan. Dus nogmaals, u kunt beter een ander instrument gebruiken. Zet het bijvoorbeeld op Facebook, dan krijgt u meer likes dan de maximaal 27 die hier te halen zijn. Dank u wel, voorzitter.